Hey kijkers van DDG, welkom bij, eigenlijk niet echt een David vlog, meer een David op reis. Ik zou eigenlijk met twee man gaan, maar we gaan in mijn eentje. Naar Abu Dhabi, waar de fuck ligt dat? Nou, waarschijnlijk krijg je dan een kaartje te zien door Vins geëdit, super Vins. En dat ligt dus in het Midden-Oosten. Wat gaat daar gebeuren? De Red Bull Air Race. Het is 3 jaar weg geweest, maar nou is het er weer. Wat is de Red Bull Air Race, Enno? Wat is de Red Bull Air Race? Red Bull Air Race? Ja, dat gaat David nu helemaal vertellen, want hij weet er alles van A tot Z. Hij heeft niet ingeleerd, maakt niet uit. Het is een race, maar dan is het niet met auto's, maar letterlijk met vliegtuigen. Dat zijn van die turboprop, supersnelle dingen. Naar rechts zo, ja. Ja, tweede. Cool. 500 km per uur gaan ze tussen checkpoint naar checkpoint. Levensgevaarlijk, maar hartstikke tof. Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk, er is nooit een ongeluk gebeurd. Het is ooit een keer in Rotterdam geweest, maar weet je wat? We gaan gewoon even lekker verder babbelen op Schiphol. Dan ga je Paul ontmoeten. Paul de King? Nee, Paul van Red Bull. Die heeft me uitgenodigd om hier naar mee te gaan. Wie is die meneer? Wie was dat? Oh, het zag een beetje uit als... Hij was niet zo blij, hè? Nee, hij was een beetje raar. We gaan zo meteen verder kijken. Ciao. En dit is echt altijd het meest awkward stukje. Waar allemaal mensen zitten. Bij de Burger King, trouwens. Dikke reclame. Om daar te gaan filmen. En ik sta hier samen met Paul, zoals ik al zei. Paul, wat gaan we doen? Hey, we gaan zo inboorden. En naar de Abu Dhabi. Ja, dat heb ik al gezegd. Wat is daar allemaal nog niet gezien? Red Bull Air Race. Ik heb er zelf nog nooit eentje meegemaakt. Ik heb het alleen gezien op SBS6. Jaren terug, 2009. Ja, precies. Maar vertel. Nee, de Air Race is dit jaar in 7 stops. De allereerste is in Abu Dhabi. En wij gaan eens even kijken hoe dat daar allemaal... pirouettes maakt, loopings. Ja, belachelijk veel pk's, snelheid en herrie en gevaarlijk. Absoluut. En vroeger was het altijd van, nou zal Red Bull dit jaar winnen, uiteraard. Want er waren alleen maar Red Bull teams. Alleen het competitieve is deze keer toegevoegd. Nee, het is nu net even anders. Dus het is een beetje vergelijkbaar met Formule 1. Meerdere teams, 2 vliegtuigen in het team. En we strijden dit jaar tegen Breitling, Audi en Abu Dhabi. Heeft zelf ook nog een vliegtuig. Dus deze keer is wel de vraag, gaat Red Bull winnen? Dat gaan we straks zien. Ik ben inderdaad ook heel erg benieuwd. Er komt nog meer updates, jongens, onder andere over de eigen game die hierbij gemaakt wordt. Maar daar gaan we het over hebben als ik in Abu Dhabi ben. Later. Zo, Paul, aangekomen op Abu Dhabi voor de Red Bull Air Race. Dat ziet er niet uit. We hebben geprobeerd te slapen net in de auto, dat was dus voor geen meter. Wij zijn de bagage aan het opzoeken. Dat is daar, zie ik al. En ik denk dat het volgende stukje is als ik uitgeslapen ben in mijn hotel. Een beetje wat normaal eruit zit, mijn haar gedaan. Kijk, het ziet er echt niet uit. Ja, we gaan het zo meteen wel zien in het hotel. Het moet gemaakt zijn van gouden bogen en eenhoorns. Ik ben heel benieuwd. Tot straks. Oké, nou even zonder ongein. Ik zit nou op de kamer. Hoorde je dat? Dat waren de vliegtuigen die zeggen, zeg maar, om het hotel hierheen aan het vliegen zijn. Ik neem jullie op een korte tour. En ik bewaar het grootste what the fuck momentje bewaar ik voor zo meteen. Dit is de, weet je wat, ik pak de camera even zo. Dit is de kamer hier in Abu Dhabi. Fucking bizar, weird gewoon. Een beetje scherp stellen. Hop, zo. Hartstikke mooi. Stoeletje, tv. Ik heb de verkeerde kamer gekregen. Ik ben vandaag meneer Schuit van Red Bull. Niet echt, maar goed, dat zin er wel. Oh mijn god, ik heb het hier nog niet bekeken. Even kijken. Hallo? Oh, hi! Oh god. Oh, what the fuck? Nou, moet je kijken. Wat is dit? Is dit een scherm op de... Nee! Dit is een scherm in de... Wat? Kan je hier ergens op drukken? Of niet? Nee, ik dacht even als dit touchscreen is. Maar moet je kijken, er zit gewoon een scherm zit in de spiegel. Of zo. Hé? Hoe is dat? Oké, nou ja, we hebben een bad. Bazig. Oh mijn god, dat had ik wel met Enno moeten delen. Wat zit hier achter? Ik zie een... Oh mijn god. Een wc. Oké, prachtig. Een douche. Oh, ik heb er zin in. Oké, nou ga ik jullie even serieus. Ik ga jullie nou... Hi, was ik weer. Het mooiste laten zien van de hele reis. De Red Bull Air Race, die is in dit geval in Abu Dhabi. Het is boven de zee. Ik zit er naar te kijken. Ik kan mijn ogen niet vanaf houden. Ik hoop dat ik het goed kan laten zien. Ja, dit dus. Voor alle duidelijkheid. Hotelkamer. Uitzicht. Oh, dat doen we zelfs zo. Kijk daar.
wordt de air race gehouden. Daar. Boven die dingen. Oh, ja, zie, daar heb je hem. Oh, die vent is gestoord. Wat? Hij gaat er gewoon doorheen. Wat doet hij? Practice. Nou ja, dit is dus Abu Dhabi. Hier beneden zie je allemaal autootjes rijden en zo. Hier. Prachtig. Maar hier gaat het gebeuren. Voor alle duidelijkheid, dit hier beneden, dit hele stukje is voor het publiek. Dan hebben we daar ook voor het publiek. En daar zitten VIP's. Maar daar zitten we allemaal niet. Nee. Wij zitten, ik weet niet of je het kan zien vanaf hier. Daar, ergens, bij de hangars. Ergens, daar. Ja. En wat we daar gaan doen, om even wisselen weer. Super professionele. Oh, nee. Het is te donker. Zo. Ja, oh. Onscherp. Ja. Daar zitten wij dus vandaag nog bij de qualifiers te kijken. Ik ga dat filmen. Ik ga even lekker tukje doen. Ik ga even douchen. Vet.